Welkom in deze nieuwe video van Bolstar. Dus het is bijna terug school. Dinsdag moet ik beginnen op school eigenlijk. En ik heb dus een drinkbus gekocht, omdat dat wel heel belangrijk is. Ook voor het klimaat, het thema klimaat. Ik heb ook een koekendoos, maar die heb ik niet gekocht. Omdat ik in huis had. Dus... Maar deze vond ik wel heel belangrijk, ook om water te doen. Ik heb vorig jaar trouwens een gele gekocht, maar die staat nu nog bij de afwas om goed de geur eruit te halen. Maar natuurlijk belangrijk om er nog eentje te hebben, want ja, reserve is altijd belangrijk. Ik moet alleen nog mijn naam ergens opzetten, zodat dat ze weten dat het mijn drinkbus is en niemand anders. Dus dat is al één ding, maar ik heb natuurlijk ook nog andere dingen gekocht. Dus ik heb schoenen gekocht, 2. Want ja, ik kon niet kiezen en ik heb heel lang in de winkels aan het twijfelen. Ik heb er zeker 5 of 6, 7, ik weet niet wat er waren, zeker gekozen. En er waren dus super veel. Ik wou sowieso schoentjes met lichtjes, sowieso. Maar ik wou ook gewoon in de schoenen zonder lichtjes. Omdat ik wel merk dat dat ook wel iets leuk is om dat te dragen. En dan was ik aan het kijken wat ze wat kon dienen natuurlijk voor jongens. Want je hebt natuurlijk superveel schoenen. En ik heb heel lang getwijfeld daar. Die mensen dachten om een duur van, gaat hij nog kiezen, denk ik. Maar ze waren heel lief eigenlijk bij de winkel waar ik ben geweest. Helaas heb je dat niet kunnen vloggen. Omdat het gewoon, ja, ten eerste de camera was thuis. Ten tweede, met de gsm is dat heel moeilijk om te filmen. Dus... Maar ik ben er uiteindelijk uit geraakt en daar ben ik wel super blij mee eigenlijk. En uiteindelijk heb ik er toch 2 meegenomen van een stuk of zoveel eigenlijk. Dat ik heb gepast. Het probleem was eigenlijk vooral met de schoenen dat mijn voeten, mijn linkervoet heeft super veel pijn. En dat was natuurlijk niet zo super leuk. Dus heb ik besloten, want toch, ik heb ook tegen mevrouw gezegd van, is er een mogelijkheid misschien om voor nog groter te gaan? Die mevrouw zei van, nee, want dat is niet goed voor de voeten. Dus heb ik dan toch wel besloten om andere dingen, schoenen te gaan kiezen. En ik moet eigenlijk wel zeggen, deze schoenen die ik ondertussen gekozen heb, die zijn eigenlijk wel heel leuk, want je hebt er eigenlijk zo wat een regenboog mee. En ik ga ze even laten zien. Deze zijn van Adidas. Het merk maakt op zich eigenlijk niet zoveel uit, maar het was gewoon puur, die zaten goed. En ook wel leuk voor school eigenlijk, om te starten. Ik denk dat ik deze ga aandoen voor school, in plaats van die lichtjes. Ik zal ze even dus tonen. Dus dit zijn de schoenen. En hoe je ook kan zien, dat zijn ook kleurtjes. Waarom? Als de zon erop schijnt, dan heb je bijvoorbeeld zo wat blauw van de lucht. Maar je hebt ook geel, oranje. Eigenlijk heb je daar heel veel kleuren mee. Roos eigenlijk. En dat vind ik wel leuk. Ik heb ooit eens zo'n jas willen kopen. Maar daar was mijn maat niet in. En toen zag ik deze schoenen staan en ik was helemaal verliefd. Ook een goede zool, want dat is heel belangrijk natuurlijk, een goede zool. Want jullie weten wel, ik heb heel rap last van kloven, nog steeds trouwens. Dus dan is een goede zool wel heel leuk om aan te doen. Op deze schoenen was ik meteen verliefd. Alleen, ik was aan het twijfelen, zou ik ze nu met nestelen kopen of met plakkers. En uiteindelijk zijn het deze geworden, dat zijn het beste van allemaal. Daarmee dat ik ook heel lang getwijfeld heb. Maar ik heb natuurlijk ook nog andere schoenen gekocht. Ik heb het al een beetje verraden. Ik heb ook schoenen gekocht met lichtjes. En dat zijn deze geworden. Er zijn geen knopjes aan. Dat heb ik bewust gedaan. Omdat ik, ja, jullie weten wel op een school werk. En dan komen ze heel vaak op de knopjes. En hier is geen knopje aan. Dus dan is dat wel leuk om dat te weten eigenlijk. Dus ik ben wel heel blij eigenlijk. Hier staat on-off. Dus ik denk dat dat... Ja, er zit wel een knopje op. Er zit een knopje op. Hier is er een knopje. Dus dat is de knop. Maar die valt niet zo op, omdat dat eigenlijk... De kinderen zijn gewoon van hier op te drukken. Dus die valt niet zo erg op. Dus het is eigenlijk hier dat je op kunt drukken om de lichtjes aan en uit te zetten. Dus ja, als ik het al niet zie, dan wil dat zeggen dat de kinderen het ook niet gaan opmerken. En dat is de zool van de schoen. Dus ik ben er echt wel heel blij mee. Met deze schoenen. Ik ga ze nu allebei afzetten. Ze gaat de batterij ook heel lang mee. Je kunt ze niet opladen zoals de vorige schoenen. Maar die ga ik ook nog altijd dragen. Maar het is altijd wel leuk om goede schoenen te hebben. Voilà. En dit is natuurlijk de bus die we er net ook al hebben in beeld gezien. Je kunt dus zo drinken. Dus ik ga het eventjes zo... Natuurlijk, ik heb al maar 1 hand om zoiets te tonen. Dus ik ga het even openmaken en dan kan je zo drinken. Dus met de doep eraf eigenlijk. Deze toep zat erop. Dat zie je. Dus dan is dat gemakkelijk. Dan drink je gewoon zo je water uit. Want meestal doe je daar water in.
Maar ik kan ook op een andere manier drinken. Dus het toeper terug op te draaien, want ik wil het terug niet verliezen. Dan ga ik even ook door. Deze, en dat is eigenlijk een soort glas. Daar moet je wel zien dat dit toepje heel goed erop blijft staan. En dan kan je dit gewoon zo ingieten. Natuurlijk gaat er nu niks in. En dan heb je natuurlijk ook voor drinken. Of je kan gewoon hier zo uit drinken. Ja, je kiest het allemaal een beetje zelf. Je hebt eigenlijk 3 mogelijkheden om er van te drinken. Maar ik ben wel super klaar voor de school. En dat heeft me allemaal €75 gekost. Buiten dit natuurlijk niet meegerekend de schoenen. Dus ik heb ook nog korting gehad. En daarmee heb ik ook een beetje gekeken naar wat de goede koopschoenen zijn. Dat vind ik wel belangrijk. Ik ga elk jaar naar dezelfde winkel. Omdat mijn voeten daar beter van worden. Dus hopelijk vonden jullie dit een leuke video. Doe dan zeker een duim omhoog. Vergeet niet te abonneren. En morgen zijn we weer.